En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is dit keer een soort van weekvlog, maar ik ben op Ibiza samen met mama. Wij zijn lekker eventjes een beetje nazomeren hier. Vandaag is het een beetje bewolkt, maar wel hartstikke lekker qua temperatuur. Dus we gaan vandaag eventjes, denk ik, hier zo verkennen. Wij zitten in Santa Eulalia. Ik ben echt niet bekend met Spanje of Ibiza of weet ik het wel. Dus als ik namen verkeerd uitspreek en zo, dan weet je dat vast. En ja, hoe heet het ook alweer, het hotel appartementencomplex? Ebusus. Ebusus. Ik zal jullie even de kamer laten zien, want ik zit nu dus op het balkon. En we kijken dus uit een beetje hier zo op de grotere straat. En hier zo als je doorloopt, kom je volgens mij helemaal bij het water uit. Nou ja, verder prima balkonnetje met een wasrek. En dan als we naar binnen gaan, is dit de kamer. Dus hier zo slaap ik, daar slaapt mama. Kledingkast en zo, inclusief kluis. Hier zo een tafeltje. Koelkast, magnetron, nog een kast voor spullen. Mijn tassen en hoed aan de kapstok. Hier zo een spiegel. Een klein keukentje met borden, et cetera. En dan hier zo in de hoek hebben we de badkamer. Zo ziet hij eruit. Een beetje ouderwets, maar wel heel leuk. Hier zo ook weer een spiegel. Wasbak. Voetenwasbak waar we een beetje de was goed in hebben liggen. Hier een klein kastje. Nou ja, een bad. Inclusief douche, die echt best wel chill is. Ja, en een wc. Maar goed, ik ga jullie dus deze week meenemen. Hoeveel we precies gaan doen en zo weet ik nog niet. Want we gaan voornamelijk gewoon proberen een beetje te ontspannen en relaxen. Hopelijk is ook een paar stranddagjes en zo. Maar natuurlijk ook wel wat van het eiland zien. Dus ja, ik ga jullie gewoon meenemen deze week. Inmiddels zitten wij wat te drinken bij het V-café. En mama heeft tot haar vreugde een frappuccino gevonden. En ik heb de Red Energy, of hoe heette die nou? Ja, in ieder geval een rood sapje met appel en gember en hoe heet het? Bieten en nog van alles. In ieder geval heel erg lekker. En het weer begint op te klaren. Dus we hebben ook ineens een zonnetje en zo. Super chill. En het ziet hier echt super leuk uit. We zijn vandaag met de bus richting de hoofdstad gegaan. Naar Ibiza stad of... Ibiza. Ibiza. En we lopen nu dus door het oude gedeelte, door de stadsmuren van Dalcia, heet het volgens mij. Best wel een klim nog. Ik heb mijn zonnebril op, omdat ik anders echt tegen de zon loop te knijpen. Dus vandaar. Niet zo persoonlijk, sorry. Maar anders is het ook een beetje awkward. Maar dit is in ieder geval een heel erg oud gedeelte. En volgens mij ligt hierboven een soort van fortachtig iets. En je schijnt echt een geweldig uitzicht te moeten hebben over de stad. Dus ik ben heel benieuwd. Je hebt hier inderdaad echt een mega grote jachthaven waar je nu eens over uitkijkt. En je hebt hier ook nog... Ja, ik denk dat dit ook nog wel oude stad is. En daarachter nieuwe stad. Dit is nieuwe stad, ik hoor. Dit is buiten de muren. Is dit ook nieuwe stad? Oh, alles buiten de muren is nieuw, hoor ik net. Het is dus vandaag een beetje half om half bewolkt. En je kunt dus nog hoger, denk ik, helemaal daarheen. Wat dat betreft zijn we nog niet eens op het hoogste punt. En we hebben nu al dit geweldige uitzicht. Inmiddels zijn we alweer een dag verder. En zoals je kunt zien zitten we in de auto die we net hebben opgehaald. Gisteren Ibiza stad was zeker leuk. Dat villa is zeker leuk om doorheen te lopen. Maar ik snap zeker dat het met zonsondergang mooier is. Want nu keek je echt uit op de nieuwe stad. Met allemaal van die wolkenkrabber gebouwen en zo. En dat is gewoon toch wat minder ja, schattig en idyllisch. Dan dat het is als er zonlicht van ondergaande zon op staat, denk ik. In ieder geval was het heel erg leuk. Loop ook zeker eventjes door de straatjes van het oude stadje. En zeg maar achter de grote haven, als je daar naar achter loopt, zo met de straatjes in, zitten allemaal leuke winkeltjes en tapas, restaurantjes en dingetjes. Nu gaan we in ieder geval vandaag dus rondrijden. Waarschijnlijk een beetje het noorden van het eiland. Ja. Noord-zuid? Noordoost. Gewoon noord, we zien het wel. Noordkant. En, want we zitten natuurlijk ook aan de noordkant. Kijk, als je hier de kaart ziet, zitten wij daar. Yes. En dan dus dat gedeelte gaan we een beetje kijken. Morgen is er een hippiemarkt waar we waarschijnlijk heen gaan. Maar vandaag gaan we eens even rondrijden. Als het goed is kan je gewoon in één dag rondrijden. Maar we hebben de auto 3 dagen, dus we willen het gewoon een beetje verspreiden. Dus vandaag gaan we een beetje kijken wat we precies allemaal gaan zien en zo. Dat weten we zelf nog niet helemaal, maar dat gaan we wel zien. Ik heb werkelijk geen idee of jullie me verstaan. Maar mama en ik zijn bij Portinax. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Ik zal het wel even in beeld zetten. Maar we hebben hier dus ineens ontdekt dat je echt een heel stuk hebt. Ik wist dat je uitzicht zou hebben op de vuurtoren. Maar kijk eventjes het landschap hier. Daarachter zie je dus de vuurtoren als het goed is. Ja, daar volgens mij. Daar zo. In ieder geval, hier hebben we eventjes lekker geklommen. Je kan dus helemaal hier overheen klauteren.
overal dus van dit soort stukken waar de zee inslaat en zo. Mega toffe foto's volgens mij ook gemaakt gelijk. Want doordat er dus vandaag best wel wat wind staat, wappert mijn jurk ook leuk mee. Maar het is hier best wel gaaf. Terwijl, ik heb hier nergens iets over gelezen in boekjes of iets dergelijks. Is dat we hier gewoon toevallig heen gingen. Want er schijnt hier een toren te staan die we dus wilden kijken. En die kunnen we niet vinden. Maar dit is in ieder geval wel een aanrader. Dus ja, je hebt hier wel uitzicht op de vuurtoren. Maar er zou dus nog een toren staan. Maar... een oude toren. Ja, een of andere oude ja, soort watertoren lijkt het wel als je het plaatje zag. Ja, geen idee. In ieder geval, ik ga er even opletten waar ik loop. Dit is in ieder geval een aanrader. Inmiddels zijn we in Santa Gertrudis. En ze hebben hier dus echt allemaal van die echte hippie-achtige dingetjes. Echt, dit zie ik echt zo in mijn kamer staan, net als dit soort manden en zo. Het is wat lastig mee te nemen. Maar het ziet er echt uit als een echt hippie-dorpje, zeg maar. Dit is toch allemaal veel te leuk. Jongens, allemaal woonspul. Maar ook echt heel veel kleding en zo. Ik ben ook benieuwd wat die hippie-markt van de week gaat zijn. Ja, dat is wel jouw, mam. En toen was ik alweer terug op de kamer. Mama is nog even lekker naar het strand hier zo ja, in ons stadje zelf. Ik ben zelf gewoon te moe daarvoor. Hierin merk ik dat ik nog niet uit mijn burn-out ben. Ik ben natuurlijk hooggevoelig en zo. En mijn burn-out is nog niet volledig over. Dus ja, reizen is heel tof, maar wel mega prikkel. Veel prikkels en zo. Dus ik merk gewoon dat ik eigenlijk iedere dag eventjes op bed moet gaan liggen aan het eind van de dag. Dus dat ga ik even lekker doen, zodat mama lekker op het strand ligt. Ja, ik heb op zich ook niet zo'n behoefte om op het strand te liggen of zo. Dus ik vind het wel prima. Even lekker, ja, even relaxen. Deze dag was wel leuk. We hebben dus best wel veel rondgereden en zo. Wat we voornamelijk vinden van Ibiza is dat het best wel groot opgezet is. En wij zijn natuurlijk... ja, Griekenland gewend. En Griekenland zit allemaal van die knusse, schattige straatjes en dorpjes. En hier heb je echt van die grootse pleinen, grootse gebouwen. Ja, dat vinden wij zelf wat minder. Ik vind wel echt al die ja, hippie-stijl meubels en dingen heel erg tof. Qua kleding is helemaal mijn moederstraatje. Dus ik ben heel benieuwd hoe de hippie-markt morgen gaat bevallen. Er zijn twee grote hippie-markten. Eentje op woensdag, eentje op zaterdag. We gaan in ieder geval morgen, en dan kijken we zaterdag of we die andere ook nog gaan doen. Maar morgen gaan we in ieder geval naar de hippie-markt in Escanar, dacht ik uit mijn hoofd. Jullie zien het morgen wel. Oké, we zijn er. Met nog 50 mensen of zo. Ik ben heel benieuwd. Sommige stukjes zijn best wel prima te doen, zoals hier zo. Maar er zijn ook stukken echt die prop en prop vol zijn. Overigens heeft mama al één tasje. En ik heb er al twee in één. Dus gaat de goede kant op of gaat het even de slechte kant op? Ik ga wat je wil. En ik was alweer thuis. Ik heb echt niet zoveel gefilmd op die hippie-markt. Ook omdat het gewoon echt best wel druk was. Ik ben ook mega overprikkeld. Dus mama is weer naar het strand en ik niet. Maar ik dacht, ik laat even zien wat ik gekocht heb. Het zit namelijk in dit schattige draagtasje. Als eerste dus deze blouse. En die is in principe oversized en echt tot hier of zo. Maar ik heb hem gekocht om inderdaad zo te dragen. Met een knoopje erin. Hij is echt, eigenlijk is het een mannenblouse. Zo lekker oversized. Dit is volgens mij een maatje L. En dan dus met allemaal beestje erop zit hier een zakje in. Ja, ik vind dit steltje heel erg tof. En ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Hij was 30 euro, maar het is wel echt een hele goede kwaliteit stof. Overigens, qua prijzen is Ibiza, zeker al die hippie dingen, niet heel goedkoop. Maar omdat we eindseizoen zijn, is alles een beetje betaalbaar. Dus dit is de eerste. En dan heb ik als tweede nog een hele toffe jurk. Die ik hopelijk kan laten zien in deze spiegel. Dit is namelijk de jurk. En ik heb even de touwtjes zo voorlangs gedaan, omdat mijn moeder er dus niet bij is. En het best wel lastig is, want het is dus met een hele mooie open rug. En die touwtjes zijn heel erg lang. Je kunt er dus ook niet echt makkelijk een BH onderaan. Dus voor op vakantie vind ik dat prima. Maar thuis is het wat lastiger. En ik zal even op een stoel gaan staan of zo, zodat jullie de onderkant kunnen zien. Het is niet echt ideaal, maar zo is dus de onderkant. Het is echt van die ja, langere stukken en dan ook weer kortere stukken. Heel tof. En hij is 100% gemaakt van zijde. Echt een heerlijk stofje dus. En die was 25 euro. Oké, we zitten weer in de auto. De ruitenwisser maakte een beetje een random geluid. Maar vandaag gaan we dus het zuiden van het eiland op. Richting Swedra. De bekende rots met zijn magnetische krachten, zoals ze dat zeggen. Die wil ik vanaf een toren gaan bekijken. In plaats van het uitzichtpunt dat iedereen kent. Ik wil kijken of we de Ibiza Henge kunnen vinden. Geen idee. En verder gewoon rondkijken over het eiland. Ja, even kijken op mijn kaart ligt als het goed is nog hier. Maar dat in ieder geval vandaag een beetje.
We moeten vandaag ook de auto weer inleveren eind van de dag. Dus de laatste dingen die met de auto willen zien, moeten in ieder geval vandaag. Goed, we zijn dus op zoek naar Ibiza Henge. Lopen al een hele tijd in the middle of nowhere, zoals je kan zien. En ik heb net dus ergens de coördinaten gevonden. Dat is dus een plek die op zich helemaal niet zo heel erg bekend is. En het blijkt dus helemaal aan de verkeerde kant te zijn. Ik denk dat er gewoon twee strandjes zo heten of zo. Want je moest dus bij een of ander strandje afslaan via dit soort weggetjes. En dat klopte allemaal helemaal. Maar we kunnen het hier gewoon echt niet vinden. En die routebeschrijving die ik op internet had gevonden was dus wel voor... Je moet daarheen met de auto en dan parkeer je daar je auto en dan hoef je niet zo ver meer te lopen. Maar we kunnen het echt niet vinden. Dus ik hoop dat het dan die Google Maps ding is dat we daar straks misschien nog langs rijden met de auto. Maar het is wel de kant op waar we toch heen moeten voor Esvedra namelijk. Ik heb geen als dat het zou zijn. Ja. Maar goed... Ik ben heel benieuwd of we er ooit nog gaan komen. Want het is dus een soort van het Stonehenge van Ibiza. Mochten we er niet meer komen, zal ik even een plaatje in beeld zetten. Als dat niet zo is, dan weten jullie nu al dat we er straks komen. Mama heeft even dorst, we stoppen eventjes. Outfit change, want we hebben het gevonden. We staan nu bij deze deuren. Je hebt als eerste dus deze. Deze is een beetje een soort van Indisch. Ik hoop dat op camera al die graveringen überhaupt doorkomen. En dan heb je dus, als je hier zo doorheen loopt, een beetje zo'n soort van stenen vloertje met nog een deur. En die is dus aan deze kant juist weer heel saai. En dan aan deze kant staat er zo'n, hoe heet het, een Hadza-handje? Een handje. Die was zo'n handje op. Ik val half over stenen heen. Ook wel echt hippie-achtig. Maar ook heel gelovig, hè? Ja. Maar hier, dit zijn de torenhoudingen. En die dingen de Joodse sterren. De Joodse dingen. Dus hier, ik denk dat dit de berg Sinaï is of zo. Waar die, Ja. En dit is wel heel erg mooi. Mama moest echt heel hard lachen toen ze aankwam met Stonehenge. Want dat zie je daarachter al een beetje. Al die pilaren, zeg maar. Dat zal ik zo even beter laten zien. Maar ik dacht dus, het is een soort opgraving. Maar ik ging het opzoeken. Het is een soort van kunstwerk wat het in 2014 gebouwd is. Zonder vergunning of whatever. Dus ze hebben ook echt bizar veel boete moeten betalen en zo. Nou, waren het rijke mensen, dus konden ze dat vast wel hebben. Maar ja, we zijn even fotootjes aan het maken in ieder geval. Ik zal zo meteen even dat hedge gedeelte nog even beter laten zien. Hier achter me zie je dus Ibiza Henge. Ik hoop dat jullie het verstaan met de wind. Het wordt ineens drukker met mensen die het allemaal willen zien. Maar op zich valt het heel erg mee, want het is niet zo heel erg bekend. Dus ik heb zelf ook een paar fotootjes kunnen maken nog. Dan gaan we zo meteen weer terug richting de auto. Oké, we hebben lekker geluncht en we hebben net een hele tocht gemaakt richting Esvedra. We wilden eigenlijk naar de toren die daar bovenop ziet liggen. Maar daarvoor konden we de weg niet goed vinden. Dus nu zijn we op het standaardplekje. En het ziet er echt heel mooi uit. Ik dacht even dat mama een foto ging maken van mij die vlogt. Ik heb trouwens mijn jurk aan van gisteren. Omdat ik dacht dat is wel een leuke Ibiza wapperjurk om op de foto mee te gaan bij Esvedra. Ik ben heel benieuwd omdat we het natuurlijk tegenlicht hebben. Hoe die foto's gaan worden. Maar zal ik dan ook even filmen hoe jij staat te fotograferen? Nee. Het is wel echt heel erg mooi. Ze zeggen dus dat hij een soort van magische, magnetische krachten heeft. Ja, er zijn echt heel veel theorieën volgens mij ook over Atlantis die eronder zou horen te liggen en goden en weet ik het. Volgens mij zijn er echt iets van 10 verschillende theorieën over. Sorry dat ik zo sta, maar het is echt tegenlicht. Dus ja, volgens mij zijn er echt heel veel theorieën. Ik zal wel even, als ik het kan vinden, iets van een artikeltje online plaatsen. Wat ik heb gevonden online hieronder plaatsen. Zodat jullie dat terug kunnen lezen. Maar het is wel echt heel gaaf. We hebben echt geluk dat er weinig wind staat hier trouwens. Hier is het volgens mij met zonsondergang echt propvol. En nu lopen er echt 3 koppels of zo. Nog wel, ja. Dus echt, dus we gaan even snel foto's maken voordat het druk wordt. We zijn inmiddels weer terug onderweg. En ik dacht, ik laat even zien dat het pad er naartoe op zich gewoon best wel recht is. Wij denken dat het natuurreservaat is en dat je niet met auto's mag. Maar ja, je ziet het. We komen mensen gewoon met auto. Dus ik heb geen idee of wij het nou verkeerd hebben of zij het verkeerd hebben. Door het licht van achter is dit beeld een beetje gek. Sorry, kan ik niks aan doen. Maar het is dus op zich best wel prima te lopen. Ja, ik zou alleen geen teenslippers aan doen, maar ik zie het mensen gewoon doen. Dus wat dat betreft prima. En mama ging net foto's maken van mensen die ineens random in een aanzoek planden. Zonder dat we dat wisten. Dus mama had ook echt net de camera zeg maar omlaag. Toen hij eens op zijn knieën ging. Dus was dan, oh shit. Was wel echt heel lief. Maar staat er geloof ik op. Ja, het was echt wel een heel mooi moment. Dat ik echt denk van, zo'n vent wil ik ook vinden. Die me gewoon op zo'n plek. Dat soort dingen.
Gewoon romantiek, jongens. Oké. Okay. Het was vindt erg onromantisch. Oké, okay. Ik wil een man vinden. De man van mijn dromen, de prins op het witte paard. Zoiets. Goed, wij gaan de auto terugbrengen, denk ik. Het is alweer de volgende dag en wij zitten nu in de haven op de boot te wachten, want dat is dus onze boot. Ja, de hoofdstad, hè? Ja, de hoofdstad in Ibiza stad. Nee, dit is de Aquabus en dan gaan we naar Formentera. Dat is zeg maar het, ja, ze noemen het zustereilandje van Ibiza. Heel klein, voornamelijk strand, maar het schijnt een soort van, ja, Caribisch eiland te zijn. Dus echt heel helder wit zand met hele heldere zee. Dus ik ben heel benieuwd. Het is vandaag nogal bewolkt, dus ik hoop dat het een beetje opklaart qua weer. Maar het is alsnog lekker temperatuurtje om op het strand te liggen anders. Dus dat betreft prima. Maar ik ben heel benieuwd hoe Formentera eruit ziet. Inmiddels liggen wij op het strand Formentera. Om nou te zeggen dat het mega, mega wit is en mega blauw. I don't know. Ik hoop trouwens dat jullie me kunnen verstaan met de wind die hier staat. Maar dit is dus het strand. Het is op zich een kleiner strandje. Volgens mij kun je ook naar grotere stranden. Die zullen misschien ook wel mooier zijn. Het van Le Blanc heette er eentje, toch? Ja, dus daar kun je ook heen. Die grotere stranden zijn, dat heet niet voor niks Le Blanc. Dat zal wel heel erg mooi wit zand zijn. Maar daarvoor moet je echt een fiets of iets dergelijks huren. En wij hebben gewoon gelopen. Het was een zoektocht. Het is minimaal 20 minuutjes lopen vanuit de haven, dit stuk. Ik heb geen idee hoe het heet. En de stoelen hier zijn bizar duur. Want we hebben nu voor twee stoeletjes zonder parasol 20 euro moeten betalen. In Griekenland heb je twee stoelen en een parasol voor een tientje. Dus wat dat betreft is het even een duur dagje zo. Want de boottocht is ook 20 euro per persoon op de tour. Dus ja, de goedkoopste boot, je kunt ook voor 60 euro of zo. Is dat dan met tweeën of in je eentje? Nou, wel met z'n tweeën, nou, dat scheelt weer. In ieder geval, iedereen die zegt dat Ibiza duur is, ik snap het. Ook qua eten en zo, want die tapas is ook allemaal, als je tapas gaat eten of zo, is elke tapasgerechtje toch snel 5 euro. En je wilt toch met z'n tweeën 5 à 6 tapasjes, plus wijn. En ze hebben hier ook vaak sangria, niet in een kleiner flesje dan een liter. Dus, ach, het is in ieder geval mooi. We gaan nog even genieten hiervan, voordat we met de boot terug moeten. En toen was het alweer onze laatste dag hier, dus we hebben net de koffers ingepakt. En dan gaan we zo even kijken of we die hier zo achter kunnen laten bij de receptie of in de kamer of iets dergelijks. Want we vliegen pas vanavond. Dus ja, we gaan vandaag als het goed is nog naar de hippiemarkt. Als de busverbindingen en zo meewerken. En ja, laatste dagje Ibiza alweer. Dit is dus de tweede grotere hippiemarkt. Las Dalias. Hij is wel minder openingsbord dan die andere. En volgens mij is het wijder opgezet. Maar we gaan het zien. We zijn letterlijk, denk ik, nog ineens een uurtje later. En we zitten alweer te wachten op de bus. Mam, wat vond je? Niks aan. Nee, als je naar een hippiemarkt gaat, ga dan gewoon lekker naar die op woensdag in Canar. Zo heette het. Die was echt heel erg leuk. Lekker groot, gezellig sfeertje. Leuke items. Hier is het groter opgezet, maar het is kleiner. Je bent er zo overheen en alles is veel chiquer of duurder of zo op de een of andere manier. Heel veel sieraden. Dat ook, ja, in plaats van kleding. Maar inderdaad, kleding en heel veel kinderkleding. Ja. Die niets te maken heeft met hippies. Nee. Dus echt, een deel wel hoor. Maar in ieder geval gaan wij terug richting het dorp. En daar hoorden we vanochtend, toen we onze koffers gingen laten zetten, dat er ook een soort van marktachtig iets is waar alle winkeliers de dingen die ze nog kwijt willen van dit seizoen, zeg maar, gewoon neerpleuren voor hele lage prijzen. Dus misschien dat we daar dan maar rond gaan kijken. Misschien is dat wel leuker dan dit. We gaan in ieder geval nog even onze laatste uren zien te vullen, denk ik. Oké, inmiddels hebben we dus een hele tijd over het marsje gelopen. Heeft mama deze tas vol met allemaal dingen voor 5 à 10 euro per stuk. Uh-huh. Dus dit was beter dan de hippiemarkt. En nou hebben we dus ook, je kon allemaal tapas en dingen op straat kopen die ook heel betaalbaar waren. Het is jammer dat het er niet standaard staat, want daar hebben jullie dus eigenlijk niks aan, want het is echt een paar dagen in het jaar. Maar we hebben dus nu echt een zakje. En ik heb iets van een spinazie quiche en mama heeft een empanada. Met iets voor kip erin, maar verder hebben we geen idee. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, dit is dus die van mama. Met een vulling waarvan we nog niet weten wat. En ik heb dus een kies met spinazie. Dus even typisch Spaans in ieder geval. Goed, inmiddels zijn wij weer op de kamer even om aan het kleden. Laatste dingen in de koffer douwen die we net hebben gekocht en zo. En dit is de kleding die we dus aandoen. Omwisselen met wat we net aan hadden.
En dan gaan we richting het vliegveld en richting huis. En ik dacht, ik ga deze vlog gewoon afsluiten. Het is een random weekvlog geworden van zondag tot en met zaterdag. Volgende week komt er wel gewoon een normale weekvlog online. Dus mocht je die niet willen missen, dan zou ik zeggen, vergeet je zeker niet te abonneren hieronder. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, doe dan een duimpje omhoog. Ik ga hem in ieder geval nu afsluiten, want ja, onze terugreis is toch niet zo boeiend om te filmen. En dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!